Welkom bij deze video over Qlio Connect. En in deze video gaan we kijken hoe we een user kunnen toevoegen aan onze mailserver. Ik ben op de mailserver mail.mediatech.lan en ik heb geopend hier staan Qlio Connect. In de zijbalk hier ga ik naar Accounts, Users en daar zie je dat ik op dit moment nog maar één user heb, namelijk dat is de admin en die is standaard aangemaakt toen Qlio Connect werd geïnstalleerd. Met de knop hieronder kunnen we een user toevoegen. We geven hem een username. We bepalen waar deze user, hoe die geauthenticeerd wordt. En dat is de Internal User Database. We kunnen ook kiezen voor een Windows NT domein. Dat hij daardoor geauthenticeerd wordt, maar dan moet de user wel ook in Active Directory aanwezig zijn. Dus laten we op dit moment eventjes voor de Internal User Database staan. En we kunnen ook voor kiezen om hem op Kerberos te zetten, om op die manier te authenticeren. We geven de user een wachtwoord. En als het goed is, moeten die natuurlijk aan elkaar gekoppeld zijn. Het account laten we op Enable staan. De spam rule laten we standaard staan. We publiceren van dit account in de globale adreslijst. En we geven ook aan dat de user het wachtwoord eventueel kan wijzigen in de Qlio Connect client. Standaard wordt het e-mailadres aangemaakt, dus de achternaam, apenstaartje mediatech.lan binnen dit domein, dat is prima. En we kunnen nog veel meer gegevens hier opgeven over deze user. Voor dit moment laten we dat even staan. We kunnen zijn e-mail ook laten forwarden naar een ander adres, dus bijvoorbeeld naar zijn Gmail account. Dat is handig voor accounts die je hebt die niet werkzaam zijn in je bedrijf, maar bijvoorbeeld ingehuurde externen. We kunnen groepen maken, daar kijken we later nog eventjes naar. We kunnen naar de rechten kijken, wat die allemaal mag en wat die kan. Ook daar komen we later nog een keer op terug. We kunnen een quota aangeven, hoeveel mail en hoeveel bijlagen mogen er opgeslagen worden. We kunnen ervoor kiezen om te zeggen van nou, hij mag 2 gigabyte aan data hebben. En we kunnen nog iets met berichten doen. En op dat moment hebben we een user aangemaakt. We kunnen er ook voor kiezen natuurlijk dat de user kan inloggen. Dus als we naar mail.mediatech.lan gaan, kan deze user hier, als het goed is, inloggen met zijn wachtwoord. Rudy Haagmans is ingelogd in een webbrowser en we kunnen een e-mailtje opstellen. Laat hem even een mailtje aan zichzelf sturen. En verzenden. Nou, we zien keurig netjes dat het mail direct ook binnenkomt en ook bij de verzonden items zien we dat deze terugkomt. Ik zal je meteen laten zien dat deze mailserver kan mailen naar externe. Dus als ik hem laat mailen naar mijn mailadres, gaat hij deze versturen. En ik zal zo meteen even in dit tabblad laten zien, mijn mailbox openen, dat hij ook aangekomen is. Ik stop eventjes de video, zodat niet alle tussenstappen te zien zijn. Inmiddels heb ik mijn mailbox geopend. Je ziet dat ik in mijn
junk e-mailbox zit en dat die hier is binnengekomen. Uiteraard kan je geen mail terugsturen, want dit domein, mediatech.lan, is uiteraard geen bestaand domein. Het domein is niet geregistreerd en we kunnen dus ook niet terugsturen naar deze user. Als ik even terugga naar de admin panel, dan is er nog een tweede manier om een e-mailaccount aan te maken voor een user. En dat is namelijk door een user te importeren vanuit Active Directory. Hier rechtsonder zien we de knop Import en Export. We kunnen daarvoor kiezen Import from a Directory Service. Standaard staat er al geselecteerd Microsoft Active Directory. We geven de domeinnaam op, mediatech.lan in dit geval. Hoe heet de server? Die heet DC1. En uiteraard moet ik credentials opgeven. In dit moment kan ik ervoor kiezen om een user te importeren. En ook deze user heeft uiteraard nu een e-mailadres, etc. Dus in dit geval kan ik uitloggen met Rudy. Kan ik inloggen met het net gemaakte account. En kan ik een mail sturen aan Rudy Haagmans. En dan kan je laten zien dat deze ook aangekomen is. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video over het aanmaken van een user op twee manieren, namelijk lokaal of importeren vanuit Active Directory.